Remy, je hebt de afgelopen maanden een heel traject afgelegd bij K2 zoekt K3. Hoe blik jij daar nu op terug? ...eigenlijk Vooral als een hele fijne uh, rustige periode eigenlijk. Ik vind het opvallend hoe weinig gestrest ik eigenlijk was. Ik vind het vooral super leuk om te doen. En ja, Hanna en Marten, die we nu al een paar keer de kans van hebben gekregen om die uh, te hebben te ontmoeten. Die zijn ook gewoon doodnormaal. Dus die, die nemen ons ook een beetje mee in het traject en die begeleiden ons super goed. En ook het team achter K3 is gewoon super goed. Dus je kan erop vertrouwen dat wat je laat zien ook gewoon goed ondersteund is en dat dat goed gekeurd is uh, door Team K3. Dus uh, ja, en dan is het eigenlijk gewoon onze taak om het aan het publiek te tonen en, en te zorgen dat zij het ook uh, appreciëren. Maar ik vind het eigenlijk vooral heel leuk. Dat, uh, ik word er heel gelukkig van, dus dat zit al goed. Geen stress lijkt me ook een beetje logisch, want je hebt natuurlijk in jouw carrière al heel wat gedaan. Hè? Ja, het is vooral, ik, ik vind het vooral fijn dat ik uh, de bagage die ik heb, mee kan nemen. Ik heb veel geleerd, dus dat kan ik meenemen. Ik heb niet het gevoel dat ik, uh, dat ik in een voor voordeel, hoe zeg je dat, dat ik, dat ik in een positie zit waarin ik een. Uh, ja, bijvoorbeeld. Ja, dat. Um, maar ik heb vooral het gevoel dat er een beetje druk op ligt en dat mensen veel verwachten. En dat vind ik langs de andere kant ook heel fijn, omdat dat mij een soort van push geeft om het heel goed te doen. En, en om, om beter mijn best te doen. En, en dat geeft ook een kick als mensen het dan uiteindelijk ook appreciëren. Uh, dus dat, ja, dat vooral eigenlijk. Je hebt natuurlijk ook op die eerste plaats gezeten, hè? op die eerste stoel. Ja, dat was heel tof. Dat had ik ook niet verwacht. Want je, je zit op voorhand. Ik, ik was de allerlaatste van de aflevering, dus ik was hier een volledige dag toen. En je ziet al die potentiële kandidaten, allemaal in glitterkleedjes. En, in, en ik zat daar in mijn doodgewone outfit. En ik dacht ook, ja, iedereen zingt hier supergoed, ziet er supergoed uit. Dus uh, ik had wel wat stress. En dat had, ik, dat had ik niet verwacht. Ik dacht, ja, ik ben goed voorbereid. Dat, ja, dat komt wel goed. Maar toch, echt tien seconden voor ik opging, ben ik toch wel vijf keer gestorven, denk ik. Dus uh, ja, ik had niet verwacht dat ik meteen op die uh, eerste stoel uh, ging komen. Maar natuurlijk, ja... Dat gevoel, dat kan je niet beschrijven, hoe zelfzeker je dat maakt en, en hoe een fijn gevoel en een veilig gevoel dat je geeft dat je daar op de eerste stoel mag zitten. Je geniet er precies nog altijd van, hè? Ja, als je daaraan terugdenkt, dat is natuurlijk een leuke herinnering. En dan, die heeft me voorbijgestoken, maar dat vind ik super logisch. Echt, ja, zij heeft dat daar perfect gedaan. Ze past ook perfect binnen K3. Dus, uh, ja... Als er dan iemand is waaraan ik dat toevertrouw, dat uh, plekje, dan is het zij wel. Ze heeft dat supergoed gedaan. Dus ik vond het eigenlijk geen probleem om dan naar Stoel 2 te verplaatsen. Wat nog altijd een uh, hele hoge positie is. En wat me nog altijd heel veel veiligheid gegeven heeft. Dus uh, dat was fijn. Ja. Heb jij de afgelopen maanden de commentaren op de sociale media wat gevolgd? Uh, ja, dat is ons aangeraden om dat uh, niet te vaak te doen. Maar ik ben wel iemand die dat doet. En ik vind het ook uh, super fijn dat ik. Uh, Best gespaard ben, heb ik het gevoel. Er zijn kandidaten die best wat kritiek en, en ook wel wat kwetsende commentaren gekregen hebben. Dat is bij mij niet het geval geweest. Ik heb vooral veel reacties gelezen van: we waren eigenlijk tegen een jongen binnen K3, maar nu we jouw editie van EO gezien hebben, zien we het eigenlijk wel. Dus als er iemand is eh, op vlak van jongens dan die het eh, van ons zou mogen worden, zou het Remy zijn. En dat is eigenlijk de leukste reactie die je kan lezen. En van de 100 positieve reacties onthoud je die twee negatieve reacties. Dat is logisch, dat is menselijk. Maar maar ik probeer me vooral te focussen op de uh, positieve uh, commentaren. Waarom moet jij de nieuwe K3 worden? Waarom moet ik de nieuwe K3 worden? Ik hoop vooral dat de mensen het me gunnen, omdat dit het gewoon... Dit is het... Ja, ik, ik, ik word hier het allergelukkigste van. K3 hoort ook alles in... Wat ik heel graag doe en, en wat ik het fijnste vind om te doen, acteren, zingen, dansen, zelfs stemmetjes inspreken, musicals doen. Dus terug een beetje mijn uh, thuisbasis ofzo. Dat doen zij ook en dat is heel, heel fijn om dat in een uh, job met zekerheid te mogen doen. Want in deze sector is het niet altijd makkelijk als uh, afgestudeerd acteur om aan werk te geraken. En binnen K3 is het eigenlijk alles in één. Maar met zekerheid. En dat is heel fijn. Dus ik hoop dat de mensen het me gunnen. En ik denk dat ik uh, mijn enthousiasme uh, hier heel hard in kwijt kan. En dat ik hoop dat ik dan kinderen en uh, ook jongens nu, wat heel leuk is, uh, kan meenemen in mijn enthousiasme en gewoon gelukkig kan maken met die muziek. Met welke slechte eigenschap van jou moeten Hannah en Marten absoluut rekening houden in de toekomst? Gewoon slechte eigenschap. Uh, ik heb uh, een tamelijk harde frambozenverslaving, dus ik heb dat ook elke dag nodig. Ik weet niet of dat een slechte eigenschap is, uh, is misschien juist uniek, maar dus uh, ik denk dat toch iedereen altijd, als ik ergens op bezoek ben of in een studio, of in een televisiestudio, dat ze toch moeten zorgen dat er frambozen aanwezig zijn. Dat is eigenlijk de enige eis dat ik stel. Dus uh, ja, misschien dat. En een slechte eigenschap. Ik kan luid en, uh, en nogal. Luidruchtig zijn en, en druk zijn, en een beetje een ADHD-persoon. Alhoewel, ik heb hier wel het gevoel dat ik me rustig kan houden en me zeer goed kan concentreren. Dus uh, dat moet wel goed komen. <laughs>